Ik wil even beginnen met een applausje naar de studio dat ze toch hebben besloten om het design van Sonic te veranderen. Alleen al voor het feit dat ze naar de fans hebben geluisterd en het design helemaal hebben aangepast, wat heel veel tijd kost. Dat alleen al zorgt ervoor dat ik heel veel respect heb voor deze film. Alleen een goed design betekent niet een goed plot. Hi guys, ik ben Juliana en welkom op mijn YouTube channel. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Sonic film. Ik was een paar dagen geleden aanwezig bij de première van Sonic the Hedgehog in Amsterdam. Tijdens de première werd de Nederlands gedubte versie gedraaid, dus ik heb niet de originele stemmen kunnen horen. That being said, het verhaal blijft hetzelfde, dus daar kan ik gewoon echt mijn volle mening over geven. En ook al is het de Nederlands gesproken versie, betekent niet dat je niet kan zien wie er nou wel en wie niet goed is, gewoon als acteur in die film. Dat wou ik dus eerst gesteld hebben voordat we beginnen met de review. Ik heb ook nog wat beelden van Najib Pamali en zijn zoontje, die spraken de stemmen in van volwassen Sonic en jonge Sonic. Hele schattige footage, check it out. Geef ze een heel hard applaus, Najib en Noah Amali. Nice, ja hoor. Oh ja, Noah, doe eens even je move. Je deed het net voor. Nee, die andere, die dat. Ja. Anyways, waar gaat Sonic the Hedgehog nou eigenlijk over? Sonic the Hedgehog volgt het hoofdpersonage Sonic. Een blauwe egel. In een superknappe verpakking. Sorry, oké, ik kon het even niet laten, we gaan door. Een blauwe egel die uit zijn eigen dimensie terechtkomt in de mensenwereld. Hier houdt hij zich schuil voor slechterikken die misbruik willen maken van zijn krachten. Als men erachter komt dat Sonic is op aarde, gaat de regering onder leiding van Dr. Eggman naar hem op jacht. Zal het Sonic met behulp van politieagent Tom lukken om aan Eggman te ontsnappen? Zoals ik in het begin al zei, toen de eerste trailer dropte, was er immediately haat op Sonic's design. Look, I can't blame the haters, ik was er zelf ook eentje van. Zijn ogen waren veel te klein, normale mensentanden. Het design van Sonic was legit even erg als het design van Cats. Maar de geweldige animatoren die luisterden naar het publiek en echt, chapeau jongens. Ze hebben het design van Sonic zo aangepast dat het nu echt gewoon lijkt op de originele cartoon character. Ik merkte toen ik de film al keek van wauw, dit werkt echt zoveel beter met dit design. Ik begon me echt af en toe af te vragen wat nou als het andere design was gebleven. Nou, ik had deze film dan instant een onvoldoende gegeven, want dat was echt vreselijk geweest. Dus zoals ik zeg, het design helpt al heel wat. En de cast is prima. James Marsden als Tom is goed. Tika Sumter als zijn vriendin is ook wel nice. Maar degene die echt de show stal voor mij was Jim Carrey als Dr. Eggman. Ik was trouwens heel erg confused. Volgens mij in Europa is het Dr. Eggman, maar in Amerika is het Dr. Robotnik, of ik weet eigenlijk niet hoe het zit met die twee namen. Dus als een van jullie het weet, let me know down below. Anyway, Jim Carrey was echt nice, en facial expressions, het is zo extra en overdreven. En het paste perfect bij Dr. Eggman, het was echt gewoon nice om naar te kijken, hilarisch. En ik ben niet eens de grootste Jim Carrey fan of zo. Af en toe vind ik zijn humor echt veel te overdreven, maar het paste gewoon zo goed bij dit karakter. En hij is easily een van de beste dingen aan deze film. I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! Maar het verhaal though? Deze film heeft letterlijk dezelfde verhaallijn die we echt 10 keer eerder hebben gezien. Een geliefd personage van een strip of een game die komt vanuit zijn dimensie naar de mensdimensie en een mens gaat hem helpen met blablabla, whatever. We kennen het allemaal. Deze film, en dat gaat heel veel mensen triggeren, is basically de Smurfs en in plaats van de Smurfs dan Sonic. En ik weet hoeveel mensen, vooral volwassenen, de Smurfs haten. In ieder geval de remake. Maar om eerlijk te zijn, toen ik zelf klein was, vond ik de Smurfs gewoon eigenlijk best wel een leuke film. En ja, oké, als je er nu naar terugkijkt, dan nee. Maar het zit hem nou net in wat ik net zei, toen ik klein was. De doelgroep waarvoor deze film is gemaakt is best wel jong. En de grappen zijn ook echt heel erg kinderachtig, echt heel veel fart jokes en whatever. Maar de kinderen in de zaal bij wie ik zat, die gingen echt helemaal stuk. Echt, die kwamen niet bij. En toen besefte ik, weet je, ik kan hier nu wel over gaan zeiken, maar dit is de target audience en de target audience vindt het geweldig. Dus hoe ik Sonic zou beschrijven is gewoon echt een kinderfilm. Het is leuk om je kinderen mee naartoe te nemen. Niet per se voor het hele gezin dat jij er ook echt heel erg veel plezier in gaat hebben. Kinderfilms zijn niet per se voor kinderen. Like, volwassenen kunnen er ook van genieten. Er zitten altijd wel een paar grapjes in die echt gewoon knipoogjes zijn naar de volwassenen in de ruimte. Deze film had het ook wel. Ik ga het zo hebben over de kleine dingetjes die ertussen zitten voor de volwassenen. Maar als je dit gaat kijken, wees in ieder geval een beetje er bewust van dat jij niet de target audience bent. En ik zou er zelf niet echt super streng op zijn. Ik vind het een beetje zoals Dora and the Lost City of Gold. Je kan er niet op haten, want het doet precies wat het moet doen. Een ander probleem dat ik met het verhaal heb, is dat er echt heel erg veel onlogische dingen in zitten. Er worden keuzes gemaakt en je snapt die keuzes totaal niet. Ik ga wat vage voorbeelden geven. Een paar daarvan zitten in de trailers. Ik ga het spoilervrij houden. Ten eerste, je hoort wat. Hè? Het komt van de schuur. Dus je gaat naar je schuur lopen om te kijken wat er is. En je ziet een blauwe alien.
die er zo uitziet. Die schreeuwt in jouw gezicht en je schiet hem lek met een verdovingspistool. Eventually wordt de alien wakker en die vraagt aan jou: help, ik word achterna gezeten door de overheid. Niks meer dan dat, gewoon verder, geen context. Hij wordt achterna gezeten door de overheid. Wat in jouw brein bedenkt dan van: Oké, ik moet deze alien helpen. Wat even gewoon realistisch gezien een heel erg vreemd, creepy as f**k looking wezen. Zeg tegen jou de overheid, in wie je eigenlijk best wel wat vertrouwen in moet hebben als mens, weet je wel. Zit achter mij aan. De alien zegt niet waarom. Voor hetzelfde geval heeft hij echt heel veel mensen vermoord en daarom zit ze achter hem aan. Wat in jouw brein, vooral als politieagent die de orde moet bewaken, denkt: ik ga tegen de overheid in om dit wezen in mijn schuur te helpen. Ik vind dat gewoon echt gek, jongens. Eventually, later in deze film, Sonic en de politieagent, die worden vrienden natuurlijk. Ze zijn buddies deze hele film, zag je ook al in de trailer. De politieagent in het verhaal, Tom, die verveelt zich een beetje met zijn baan, want er is niet veel te doen in het stadje. Hij wil dus verhuizen met zijn vriendin om daar een nieuw leven in te blazen als echte politieagent. Hij helpt Sonic dus om te ontsnappen aan de regering en om hem, zeg maar, te brengen naar een of andere paddenstoelenplaneet. Ja, ik zei het goed, een paddenstoelenplaneet. Dus het plan is om Sonic weg te krijgen van deze planeet. Vervolgens, als Sonic erachter komt dat die politieagent wilt verhuizen naar een andere stad, wordt hij pissed op hem, wordt hij zo legit petty van: ah, je wilt me verlaten, ik ben je echte vriend niet, want je wil weg. Bitch, het plan is dat jij naar een andere planeet gaat. Like, jij ging sowieso weg, letterlijk naar een hele andere planeet. Waarom ben je boos dat hij wilt gaan naar een andere stad? Het maakt geen sens. I don't know, maybe kijk ik er te diep op en moet je gewoon echt met je verstand op nul naar deze film kijken, maar ik vond heel veel dingen gewoon echt... gewoon onvergeeflijk onlogisch. Het is en blijft een kinderfilm, dus ik ga niet heel erg veel zitten op die logica, want ja, in een kinderfilm hoeft het niet allemaal even sens te maken. Voor volwassenen zitten er iets van 3 of 4 adult jokes in die kinderen niet snappen, dus dat is wel grappig. Ik ben er me trouwens echt zeer bewust van dat ik de Nederlands ingesproken versie heb gekregen. Daarvoor zijn sommige grapjes minder grappig dan dat ze zouden zijn in het Engels natuurlijk. Ik kon uit interpretatie opmaken dat de grapjes wel leuk waren in het Engels, I guess, dus daar heb ik rekening mee gehouden. Wat wel heel erg goed was dat ze hebben gedaan voor volwassenen, waren de puntjes van nostalgie. Als je de games hebt gespeeld, herken je bepaalde elementen en het is gewoon echt hartstikke fun om te kijken. Ik klink over het algemeen negatief over deze film, was ik ook wel tot het einde, want guys, blijf zitten tot het einde. Er is me een credit scene waarvan je denkt: ik hoopte zo echt dat het zou gebeuren en het gebeurde. Dus like, ik was echt totally satisfied met het einde. En ook al heeft deze film zo zijn fouten, ik ben echt super benieuwd naar de toekomst van de Sonic franchise. Dat maar liefst 2 mid-credit scenes gewoon mijn hele mening over deze film zo kan veranderen. Ja, dat heeft deze film zeker gedaan. Ik ga niks hinten. Ik zeg alleen dat je echt tot het einde moet blijven en dan je mening vormen over deze film. Want ik vind zeker dat het iets essentieels bijdraagt. Over het algemeen kan ik dus in conclusie zeggen dat deze film oprecht probeert en succesvol enigszins als het gaat om de fans. Sonic fans, echt daar, fans gaan hier echt plezier mee hebben, want die herkennen bepaalde dingen. Het design is voor hun verbeterd. Deze film is letterlijk voor hun gemaakt. En niet is alleen voor hun, maar ook voor kleine kinderen, want heel veel van de comedy in deze film is echt gewoon letterlijk een beetje kinderachtig. Ik zou de film niet zozeer aanraden aan mainstream viewers die eigenlijk niks met Sonic hebben. Voor mij in ieder geval was het een oké experience. Het was meh, maar de end credit scenes maakten het oké. Kun je nagaan hoe goed die end credit scenes waren. Dus bij deze, ik weet Sonic the Hedgehog een 6. Voordat ik afscheid ga nemen, hier is een hele leuke Sonic the Hedgehog tas die jij kan winnen. Je kan hem gewoon openmaken en er echt spullen in doen. Dus ja, en er zit Sonic op. Wie wil dat nou niet, mensen? Wil jij dus kans maken op deze tas? DM me op mijn Instagram hieronder. Hebben jullie de Sonic film al gezien? Wat vonden jullie ervan? Let me know down below. Like, subscribe en share if you care. Oké, that's it guys. Ciao.